Daar zijn we weer. We gaan vandaag een milieustikken aanvragen voor Frankrijk. En ja, we hebben er eenmaal steeds meer van die milieustikkers nodig. Duitsland, Frankrijk, ja, steeds meer landen. België moet je geloof ik tegenwoordig als je Antwerpen in wil. En het wordt steeds gekker. In Europa noemen ze dat, maar goed, dat is een ander onderwerp. Waar je hem precies nodig hebt, dat kun je zien op de website van de NKC of de ANWB. Daar kan je precies zien waar je de Franse milieustikken nodig hebt. Het is nogal een heel lang verhaal waar je hem nodig hebt, want sommige steden kunnen hem inroepen. Als het bijvoorbeeld een beetje smog is, dan kunnen ze code zeggen. Joh, alleen auto's met sticker nummer 4 mogen erin of sticker nummer 2. Lyon geloof ik, Parijs. Een aantal steden waar je sowieso niet in mag als je onder de sticker 4 hebt, geloof ik. Dus, maar goed, dat kun je er vinden op de ANWB-site of op de NKC-site. Daar wil ik het niet over hebben. Vandaag ga ik hem aanvragen en dan wil ik jullie eventjes een klein beetje laten zien hoe dat gaat en wat tips geven. Ik kan je laten zien, vertellen dat het gelukt is. We hebben hem vandaag op de mat gekregen, dus de opnames heb ik wat eerder gemaakt, want ik wilde natuurlijk wel zeker zijn dat ik hem binnenkreeg, zoals ik hem het filmpje gemaakt had. Maar ik ga het nu laten zien op de computer, dus kijk maar even mee. We beginnen er dus mee om naar de juiste website te gaan. Die zie je hier boven in beeld. Ik zal hem ook nog eventjes onder in beeld zetten, dan is het misschien wat duidelijker. Je gaat dus naar een Franse website. Daar kan je de Engelse taal aanklikken. Dan wordt het in ieder geval al een stukje eenvoudiger. Vervolgens applying for your vehicle. Nou, dan de vehicle registered abroad, dus niet in Frankrijk. En dan gaan we beginnen. Nou, bla bla, een heel verhaal. De kosten staan vermeld. En dat is maar €4,41 als ik het goed heb. Belangrijk is eventjes dat je het kentekenbewijs bij de hand hebt, want die ga je echt nodig hebben. Dus eerst het kentekenbewijs zoeken. Tenminste, bij ons is dat altijd het geval dat we eerst even moeten zoeken waar die ook weer is. En dan vervolgens aanslag. Nou, vinkje zetten, dan naar het volgende. Nou, dan kan je dus niet assistance, Netherlands, kijken. En dan krijg je dus allemaal aanwijzingen. Nou, deze openen wij in een aparte pagina. Dus eigenlijk doen we de aanvraag dubbel. Maar dan kunnen we altijd eventjes spieken wat we in moeten vullen. Nou, add a vehicle. Dat is allemaal niet zo moeilijk. Let er dus wel op dat je alle gegevens zo invult, zoals ze ook op het kentekenbewijs staan. Want je zult zien later in het filmpje dat je je kentekenbewijs daar een foto van moet maken en die ook mee moet sturen. Dus let er goed op dat je de juiste gegevens invult. Nou, het kenteken, dat is allemaal niet zo moeilijk. Dan krijg je dus de date of the first registration. Oftewel, de datum eerste toelating. Let dus goed op dat je die goed invult. En de oplettende kijker, die zal zien dat ik hier een foutje maak. Dat doe ik niet expres. Nee, ik heb het gewoon niet opgemerkt. Maar gelukkig, aan het einde krijg je nog de kans om wat te herstellen. Lees het dan ook echt goed door of je het goed gedaan hebt. Want toen kwam ik erachter dat ik het dus zelf niet goed gedaan had. Kijk maar, hier ga ik de fout in. November 2019. En dat klopt niet. Oké, vervolgens moet je gaan zoeken wat voor type auto je hebt. Nou, dan doen we dus private cars invullen. Dan de brandstof, diesel en in welk land de auto geregistreerd staat. In ons geval Nederland. Nou, kijk, en hier kun je dus zien dat je af en toe gewoon even op het speakbriefje kan kijken welke gegevens je nodig hebt. En dat is wel reuze handig. Kijk, hier staat dus vehicle in de verkeer. Identification number, wat een woord. En dat is niets anders als je chassisnummer. Nou, ook hier maak ik een foutje, maar daar kwam ik dus later ook weer achter. Maar dat is dus een heel lang nummer. En ja, dan is een foutje zo gemaakt, dus controleer het eventjes goed, want anders krijg je dus echt dat je aanvraag niet wordt goedgekeurd. De make, dan zou je zeggen, dat is bij ons geval Fiat. Nee, op het kentekenbewijs staat Knaus, dus vul daar Knaus in. Je ziet trouwens ook overal rode sterretjes staan, die zijn verplicht om in te vullen. En nu zitten we dus bij de commercial description. Die kan je ook vinden op het kentekenbewijs, maar is niet verplicht in te vullen.
Maar wij doen het toch maar eventjes. Dan krijg je dus in welke klasse je auto valt. En dat is ook terug te vinden op het kentekenbewijs. Bij ons, in ons geval, is dat dus euro 6. CO2 in grammen per kilometer. Nou, die kunnen wij niet vinden op ons kentekenbewijs, dus die laten we open. Vervolgens moet je dus foto's toevoegen. Ik heb ervoor gekozen om er twee te doen. Eén van de voorkant en één van de achterkant. Het is niet helemaal duidelijk of dat nodig is, maar beter te veel dan te weinig foto's. Nou, vervolgens, heel logisch, je adres aangegevens invullen. Nou, dan zijn we al bij 4. En dan, ja, dan wordt het leuk. Dan krijg je dus 15 pagina's in het Frans. Heel handig. Een beetje de algemene voorwaarden. Nou, het zal allemaal wel. Ik geloof het wel. Ik zet een vinkje onderin. Niet vergeten vinkje te zetten. En naar de volgende pagina. Nou, hier krijg je dus alle gegevens. En dan kan je dus nog zien dat er wat foutjes in staan. Nou, dat heb ik aangepast. Vervolgens gaan we betalen. Wij doen dat met creditkaart. Ja, dat is eigenlijk mensen die creditkaart gebruiken. Heel eenvoudig. De gegevens die hou ik eventjes voor mezelf als jullie het niet erg vinden. En dan, nou, dan is het eigenlijk al gebeurd. Het is allemaal niet zo heel erg moeilijk. En ja hoor, daar hebben we hem 10 dagen later in de bus. Zoals je kunt zien, hebben wij hem ontvangen en is het gelukt. Dus dat moet jullie ook lukken. Vond je het filmpje leuk? Geef dan een duimpje omhoog. En ik zou zeggen, tot de volgende. Mazzel!